Hoi en leuk dat je kijkt naar de nieuwe juffenvlog. Het is al even geleden. Ik had gewoon ontzettend drukke weken. En ik had gewoon even de kracht niet of zo. Net als die weekendvlogs. Ja, ik weet niet wat het is, maar het is vrijdag. En ik ga nu even naar beneden. Kopje koffie drinken nog. En dan gaan we beginnen. Weten jullie nog waar de les van juf Sanne maandag over ging? Wie weet dat nog? Wie weet het nog? Stille vingers. Floor. Ja, en het ging ook over dat sommige YouTubers titels gebruiken. Clickbait. Ja. Hoe vinden jullie het als we dat gaan proberen met deze vlog? Wie zegt ja, doe maar. Oké, dan moeten we dus een hele extreme titel gaan bedenken. Waardoor iedereen denkt, ik moet daarop klikken. En nu op dit moment weten ze dus dat het pure clickbait was. Dus als je nu kijkt, je bent erin getrapt. Het was dus clickbait. Want er is helemaal niks aan de hand. Het is een hele gewone vrijdag. Nou, we zijn dus eigenlijk nu een beetje samen aan het bedenken wat dan de titel gaat worden. En Senna zegt bijvoorbeeld, je kunt ook in de titel zeggen, ik ga stoppen. Maar ik vind het echt een heftige titel. Nou, weet je wat we afspreken? Want we gaan zo wel beginnen met schrijven. Als je klaar bent met schrijven, moet je namelijk eventjes gaan lezen. Want ik wil dat we allemaal tegelijk aan de weektaak beginnen. En om 9 uur komt nog eventjes iemand van de zaagtand iets uitleggen over Huttendorp. Als je een idee hebt voor de titel van deze vlog, en de kijkers hebben dat nu natuurlijk al lang al gezien. Maar als je een idee hebt, schrijf het even op. Ja? En dan ga ik straks een goede thumbnail erbij bedenken. Of maken. De kinderen gaan nu hun eten pakken en we zijn bezig met verhalen. Dit moet ik laten zien. Kijk nou hoe tof. Super gaaf. Ik ga hem ophangen hoor. Hij is echt heel mooi. En ik ga hem aftekenen. Jongens. Als je nou opruimt, kun je je eten pakken. Ik heb hier 2 enveloppen. In 1 envelop zit 20 euro. In die andere zit heel veel geld. Timmy, wil jij naar voren komen? Timmy, deze envelop is nu van jou. Kijk maar even wat erin zit. Heel veel geld. Heel veel geld. In deze envelop, Timmy, zit 20. Ja. Heb jij toevallig ook 20 euro? Zou je die aan mij willen geven? Doe ik die hier erbij. Hoeveel euro is dit nu samen? 40. 40 euro. Die gaat in de envelop. 40 euro. Nu ga ik een vraag stellen aan jou. Een deal or no deal? Deal betekent ja en no deal betekent nee. Timmy, wil jij deze envelop kopen voor 30 euro? Deal or no deal? Deal. Deal, oké. Een vraag aan de klas. Timmy heeft nu 40 euro. Heeft hij gekocht voor 30 euro. Wie zegt, dit is een goede deal. Want dat had ik ook gedaan. Ongeveer de helft. Wie zegt, ik had no deal gezegd. Hij heeft toch nu een winst van 10. Zal ik het uitleggen? Helemaal. Ik heb nu eigenlijk gratis 10 euro gekregen. Maar wat had jij aan het begin gedaan? Had jij mij niet wat geld gegeven? In die ene envelop. Jij had toch eerst 20 euro aan mij gegeven. Dus dan zit er toch eigenlijk maar 20 euro in deze envelop. Wat van mij is. Dan heb jij dus eigenlijk 20 euro. Want deze was gewoon van jou. Die heb je letterlijk aan mij gegeven. Eigenlijk heeft Timmy dus 20 euro van mij gekocht voor 30 euro. Dus wat had hij eigenlijk moeten zeggen? No deal. Ondertussen is het bijna 2:05. We hebben rekenles gehad, gegeten, buiten gespeeld. Ietsje langer, want Dylan die had zijn grote boom boom box meegenomen. En nu zijn wij aan het knutselen. Nou, ik heb 2 weken geleden vogelhuisjes gemaakt met ze. Van melkpakken. En mocht je je afvragen, zijn de kinderen nu in de klas? Jazeker, maar die zijn gewoon keurig stil als ik die camera even aanzet. En we zijn nu paashazen aan het maken. We hebben de achtergrond gemaakt met ecoline. En die ecoline heb ik gemengd met water. En de paashazen die zijn ze aan het maken met potlood of met pennetjes. En de bril met de pasteltint van de Stabilo. Het is echt heel mooi. Ik ga het laten zien.
3:50. En bijna weekend. Ik denk dat ik eruit ben wat we als titel gaan doen voor de clickbait. Ik denk dat ik ga doen, ik mag het eindelijk zeggen, dat ik zo'n soort titel ga doen. Wat ga ik nu doen? De klassendienst gaat hier opruimen. De knutseldingen moeten opgeruimd. Even denken. Ik moet de weektaak uitprinten. Ik moet de dagplanning opschrijven. Ik ga mijn stagiaire even ergens mee helpen voor school. Dat moet opgeruimd worden, alle Ecoline. En ik wil eigenlijk ook nog de paashazen ophangen en de vogelhuisjes. Maar ik wil ook niet te laat weg en ik moet ook nog eten. Ja. Ja. Ik ga dus nu een thumbnail maken die bij de titel past. Want ik wil gewoon laten zien dat als je dus een bepaalde thumbnail maakt, en dat vind ik best lastig bij de titel, ik mag het eindelijk zeggen. Maar dat als je een hele heftige titel gebruikt met een goed plaatje erbij, zeg maar, waar je op kunt klikken, dat je dan gewoon meer mensen daarnaar gaan kijken omdat ze dat gewoon willen weten. En heel veel YouTubers gebruiken gewoon heel vaak een titel waar bijvoorbeeld Gio, die zegt dan, oh, ik word vader. En dan krijgt hij 2 kittens, weet je wel. En dan, maar toch wil je kijken. En ik wil gewoon laten weten, want er is natuurlijk helemaal niks aan de hand. Want ja, hè, dit is even om te laten zien dat er waarschijnlijk meer mensen op gaan klikken. Dat het gewoon zo werkt. En ik vind het gewoon oneerlijk. Ik heb dat nog nooit gedaan. Dit is ook de laatste keer. Dus als er ooit een keer een hele heftige titel is, dan is er echt iets. Maar ik wil dus even gaan kijken wat erbij past voor plaatje bij de titel. Ik mag het eindelijk zeggen. Maar ja, moet mijn haar wel meewerken. En dan maak ik gewoon een screenshot dus uit dit filmpje. En dan een titel erbij. En gaan met die banaan. Nou, ik denk dat er wel een goed plaatje in zit. Ik hoop dus dat jullie de intentie van deze vlog een beetje snappen. Helemaal niks aan de hand. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!